Nuovo is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedrukken van eieren. De twee technologieën die wij daarvoor gebruiken zijn stempelen en printen. In Nederland zien we dat de meeste eieren geprint zijn. En ook bij pluimveebedrijf Beek hier hebben wij een printer staan. Door EU-regelgeving en verdergaande Nederlandse regelgeving is op elk ei een code geprint of gestempeld. Deze code bestaat uit eerst een getal voor de differentiatie. Dat zie je bijvoorbeeld hier. Het eerste getal is hier een 2, dat staat voor een scharrel-ei. Een 1 is een vrije uitloop-ei en een 0 is een biologisch ei. Vervolgens zie je de landcode staan en daarna zie je de laatste cijfers die bepaalt welke boerderij specifiek de ei heeft geproduceerd. Waarbij de laatste twee getallen de stalnummer zijn. Dus in dit geval gaat het om stalnummer 1. Op deze manier heb je volledige transparantie en ook controleerbaarheid van waar de eieren zijn geproduceerd en op welke manier de eieren zijn geproduceerd. Voor het printen van eieren wordt gebruik gemaakt van voedselveilige inkt. In principe komt de inkt niet door de schaal heen, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat er een scheurtje in het ei zit. En wanneer er een scheurtje in het ei zit en de inkt komt door de schaal heen, dan moet het ei nog steeds veilig zijn om gegeten te worden. Dus de inkt is eetbaar, betekent dat. Hier staat de printer op de pakbaan van de inpakker. Alleen de printer komt van ons. De machine eromheen is de inpakker. Wij hebben dus maar een heel klein stukje van de hele keten. Maar het is wel een heel zichtbaar stukje, want op elk eitje staat de code geprint. Printen op een ei klinkt heel eenvoudig. Maar we zien vaak dat het toch nog een hele uitdaging is. Vaak wordt er geprint in schone omgeving, bijvoorbeeld thuis op papier. Hier wordt er geprint in een eierlokaal. Daar kan het ooit stoffig zijn, daar kan het ooit vochtig zijn en er wordt ook geprint op eieren. Eieren zijn rond en daarnaast kunnen eieren ook stoffig en vochtig zijn. En het kan natuurlijk zo zijn dat er een gebroken ei tussen zit. In dat geval is het belangrijk dat de printer alsnog goed blijft werken. We zien dat daardoor print op eieren echt een hele uitdaging is. En wij hebben daar onze specialisatie van gemaakt en daar zijn we heel trots op. Dit is nou zo'n patroon. De patronen zijn transparant, zodat je er doorheen kan kijken en kan zien hoeveel inkt er nog in het patroon zit. Hier aan de onderkant zie je de nozzle. Dit is waar de inkt uit het patroon komt. Het is natuurlijk belangrijk om de nozzle schoon te houden van stof. Daarom voordat we beginnen met het printen, maken we de nozzle vaak eventjes schoon. En daar gebruiken we bijvoorbeeld zo'n blauw doekje voor, door simpelweg eventjes af te poetsen. Na een tijdje hoor je natuurlijk de patroon te vervangen wanneer die leeg is. Eén patroon print gemiddeld ongeveer 300.000 eieren. Hier bij pluimveebedrijf Beek hebben ze 6 patronen tegelijkertijd ingezet. Dat betekent dat ze hier bij ongeveer 20.000 eieren per dag na 3 maanden alle patronen moeten vervangen. Hoe gaat het nou in de praktijk? Hier klikken we de patronen in de printer. Daarna zet je de printer aan. De printer start op en je selecteert de printtekst die bij de juiste stal hoort. De printer kan meerdere printteksten voor meerdere stallen onthouden. En dit is alles wat nodig is om de printer te starten. Onze printers onderscheiden zich van eenvoud en gebruiksgemak. Je loopt minimaal risico op complexe storingen op ongewenste momenten. Mocht er toch een storing voorkomen, dan staat ons team 7 dagen in de week klaar om pluimveebedrijf Beek te helpen. Want de kippen hebben in het weekend niet vrij en leggen natuurlijk ook gewoon eieren. Deze printer is geïnstalleerd op het Sonovo inpakmachine. Echter kunnen wij onze printers installeren op alle inpakkers die op de markt beschikbaar zijn. Daarnaast leveren wij ook standalone printsystemen waarbij geen andere machine voor nodig is. Wij merken dat onze klanten belangrijk vinden om ontzorgd te worden tegen zo laag mogelijke kosten. Dat betekent dat de printer eenvoudig in gebruik is en als er wat kapot gaat, dat het dan snel te maken is. Oftewel zo min mogelijk problemen en zo min mogelijk uitval. Wij zien onze eerste printers die meer dan 20 jaar geleden zijn geïnstalleerd nog steeds wel eens terug. Dat vind ik wel heel erg tof om te zien. Wij hopen dat we de printer die we hier geïnstalleerd hebben bij pluimveebedrijf Beek nog lang zullen terugzien. En we wensen pluimveebedrijf Beek veel succes nu en in de toekomst.